Nou, even een update. Ik heb net, denk ik, 6 schoten gelost. Waarvan er enkele al van tevoren, waarvan ik al wist dat ze gewoon niet lekker zijn gegaan. Dus ze gingen niet goed stabiel de bucks gehouden. Het is een Benjamin Crossman, 4,5 mm, een nitro piston, in trail. Een Benjamin Crossman trail, NP, all weather, nou ja, het zou allemaal wel hoe het heet. Mijn advies, wil je beginnen met bucks schieten, kopen. Het is een geweldige bucks, enorme power zit erachter. Het duurt een schot of, ik denk 300-400 voordat je hem, voordat hij echt gebroken is, zoals ze dat noemen. Dan gaat hij ook mooi stil schieten en heel zuiver. Eén heel goed advies, hij wordt geleverd met een kijker. Gooi die kijker alsjeblieft meteen weg, want je frustreert je de tering met dat ding. Het is gewoon helemaal niks waard. Het is misschien leuk voor als je een zoon van 13 hebt en die wil wat gaan schieten met een bucks van 50 euro. Ik heb er zelf een Konus Pro opgezet. Nou, ik ben hem vandaag aan het testen en eigenlijk aan het testschieten. Ik ben de scope ook aan het zeroen geweest een uur terug. Ik ben nu inmiddels een uur aan het schieten. Dit zijn de kogeltjes die ik gebruik. Dat zijn veruit voor mij de beste. Dat is van H&N Sport de Barracuda Power. Het is een zware kogel. Heb je ook nodig. Koop geen lichtere kogels. Deze weegt 0,66 gram. Met lichtere kogels, geloof me. Ik heb ze allemaal geprobeerd. Allemaal van JBS tot welke firma dan ook. Lukt niet. Ze gaan alle kanten op. Naar links, naar rechts. Je frustreert je de tering. Je krijgt gewoon geen goed schot gelost met die dingen. Van de 10 zul je er misschien 3 goed raken. En de rest die gaat naar links, naar rechts, naar boven, naar onder. Dus zorg in ieder geval voor zware kogels, want het is ook een zware bucks, vergis je niet. Het is een Konus Pro dus die erop zit. Hieronder kunnen we, nou ja, dat gaat net niet. Het is een vergroting van 24 keer, een beeldopening van 44 mm. Ik ben aan het schieten op een afstand van 32, 33 meter. Ik heb net een stuk of 5 schoten gelost, waarvan er eentje wonderbaarlijk midden in de roos was. Werkelijk midden. Perfect, dat was het tweede schot wat ik heb gelost. Twee zitten er vrij langs, eentje boven, eentje wat te ver naar links. Maar daarvan wist ik al dat ze niet lekker gingen. En dit is eigenlijk het resultaat. Schot nummer 1, schot nummer 2, schot nummer 3, schot nummer 4, schot nummer 5 en schot nummer 6. En die twee, nou ja goed, daar wist ik van tevoren al dat die niet helemaal lekker liepen. Dus daar verwacht ik ook niet te veel van. Op 32 meter afstand, tweemaal perfect in de roos. Van de 1, 2, 3, 4, 5, 6 schoten. Ja, dat is natuurlijk deze prijsklasse bucks is het wonderbaarlijk. Ik bedoel, goed, je moet er wat tijd voor nemen. Je moet zorgen dat je in ieder geval je scope echt mooi instelt. Zorg ook voor een goede scope. Investeer daar ook in, want echt waar hoor, wat erop zit, wat van de fabriek komt, dat bezorgt je een hoop ellende. Ik heb het zelfs terug moeten sturen op garantiebasis, omdat de cross begon te draaien en ik kreeg het ding ook niet afgesteld. Dus betaal die 150 euro voor een goede scope als je veel plezier aan de bucks wil beleven. Het weegt ook alles bij elkaar wel redelijk veel, maar ja, je hebt er gewoon echt heel veel plezier aan. Dus ik ga zo meteen nog schieten van, ik hoop dat ik hier in de lengte, als ik het zo bekijk. De laatste keer dat ik geschoten heb, had ik gemeten, niet helemaal vanaf het eind, was 50 meter. Ik ga de 50 meter weer proberen. Nou ja, goed, als ik dan nog mooie groepjes schiet op een afstand van 50 meter, met echt, ja, gewoon een lach.